Goedemorgen, dames en heren. Vrijdagochtend, 11 uur. En we zijn weer live. Hier vanuit mijn huiskamer in Hartje Amsterdam. Wat fijn dat u weer kijkt. Welkom. Ik ben Leon de Waal, hè, namens Bedtime Stories. Ik heb weer een half uur à drie kwartier volgepakt met mooie verhalen, gedichten en liedjes. Jawel. Voor degene die de eerste keer inschakelen, dat is dus elke vrijdagochtend om 11 uur. En voor degene die vaker kijken, welkom terug. Leuk dat je weer kijkt. Weer. Ja, wat voor een week was het deze week? Ik had het er vorige week al even over, dat weer nu. Het is een week van uiterste geweest, wat weer betreft. Hè? We hebben zomerdagen gehad. We hebben lekkere onweersbuien gehad. We hebben zelfs een herfstachtige dag tussendoor gehad, hier in Amsterdam. Ja, en dan raak je niet uitgepraat over het weer, wij als Nederlanders. Je komt nu niet zoveel mensen tegen, maar op straat maak je dan praatjes, hè, bij het schoolplein. Het gaat stevast over het weer. Hè. Nog een nat pak gehaald. Gisteren nog in de zon gelegen. Het gaat alle kanten op. Oh, en vooral als mensen niet weten waar ze aan toe zijn, dan worden we heel raar. Hè, die dagen als gisteren en eergisteren, dan werd hier best wat regen afgegeven. Dan werd het toch warm. En dan, dan weten we ineens niet meer met z'n allen waar we het zoeken moeten. En in zo'n voorjaar, als we nu hebben, we hebben al best veel goed weer gehad natuurlijk, maar af en toe zoals deze week, zit er dan ook zo'n fikse buiendag tussendoor. En moest ik aan deze foto denken, dit plaatje van Johan Cruijff. Elk voorjaar heb ze najaar. Is natuurlijk afgeleid van zijn gevleugelde uitspraak, elk voordeel heeft zijn nadeel. Nou, elk voorjaar heeft zijn najaar, vind ik ook wel passen in een week als deze. De onderwerpen van deze week, ik dacht, wat heb ik nou in huis wat met weer te maken heeft, behalve dan een paraplu, mutsen natuurlijk, maar die zijn opgeborgen. Ja, de windmachine, dacht ik dan die helemaal bij. Hè? En als ik aan het weer denk, dan denk wanneer ik voor het eerst zeg maar echt over het weer na ging denken als kind, dat was toch wel in de zomervakanties. Dan gingen mijn ouders het namelijk ook belangrijk vinden. En dan werd er gekeken naar het weerbericht. En toen ik jong was, was Jan Pelleboer een soort nationale beroemdheid. De weerman uit die tijd, met zijn specifieke stemgeluid, weet ik nog, waarmee hij op de radio echt onmiskenbaar Jan Pelleboer was. Als je die stem hoorde, wist je meteen wie het was. En op televisie kwam hij ook, Jan Pelleboer. Daar heb ik ook een foto van. Kijk eens even, Jan Pelleboer. Bij zo'n ouderwetse weerkaart waar het nog met een lineaaltje aangewezen werd. Ja. En ook op de camping luisterden we naar de wereldontvanger in het buitenland, wat Jan Pelleboer voor een weer aangaf. Dit zijn wat weermensen van deze tijd. Gert Hiemstra, Diana Boei, ja, Willemijn Hubert. Ik moet zeggen, ik heb ze even opgezocht. Wie zijn nu de weermensen eigenlijk? Maar wat mij betreft, ik heb daar niet meer zo'n band mee. Ik vind het misschien ook minder belangrijk het weer. Maar ja, zo'n Jan Pelleboer, daar had iedereen het over. Je had wel een tijdje zo eentje van Op Morgen, geloof ik. Die was ook wel een, hoe heet die ook alweer? Als u weet wie die man was, die is onlangs gestopt, van Op Morgen. Dat was volgens mij ook wel een hele populaire weer. En voor Jan Pelleboer, en voor mijn tijd ook, was een beroemde weerman Joop Donkelaar. Kent u Joop Donkelaar nog? Heeft u Joop Donkelaar wel eens op tv gezien?
Ik ben benieuwd of u Jan Donkelaar kent. Joop de Donkelaar, sorry. Joop de Donkelaar. Dit is Joop de Donkelaar. Ik ben benieuwd wie van u thuis Joop Donkelaar nog gekend heeft. Nee, Joop de Donkelaar. Nou moet ik het wel goed zeggen. Joop de Donkelaar nog gekend heeft. Joop de Donkelaar is er ook onbekend dat hij op 5 december 1969 nog één keer op tv verscheen, op verzoek van vele mensen, kun je nagaan, en om daar voor de laatste keer zijn weerbericht op rijm voor te lezen. Ja. En dat was toen zo'n ding blijkbaar, dat het Algemeen Handelsblad dat gedicht ook nog gepubliceerd heeft. Het hele weerbericht dus op rijm. Nou, ik heb het hier. Misschien was u er wel bij. Misschien heeft u het gehoord toen Joop Donkelaar het weerbericht voorlas. Die laatste keer op 5 december in 1969. Via een lange baan over zee voerden noordelijke winden koude poollucht mee. Buien met sneeuw en hagel hierin opgetast, hebben zich namelijk in streken langs de kust ontlast. Meer landinwaarts bleef het langdurig helder en klaar, zodat het kwik de afgelopen nacht bij zichzelf dacht, zakken maar. 4-5 graden voor het in het oosten. Maar om de koukleumen weer wat te troosten, werden vanmiddag bij zonnige perioden temperaturen boven nul geboden. Zo. Daar heeft hij volgens mij best wel wat werk aan gehad om het kloppend te maken en nog zo goed rijmend en dichtend. En 5 december, pakjesavond, buien met sneeuw en hagel hierin opgetast. Die goede Sint heeft het die avond niet makkelijk gehad, denk ik, hè, met de Pieten. Ja. Joop de Donkelaar. Nou, ik heb het volgens mij 20 keer gezegd, waarvan 18 keer foutief. Maar het is Joop de Donkelaar. Ja. Het weer kan natuurlijk heel erg je dag bepalen. Sommige mensen zijn er heel gevoelig voor. Zo gauw het grijs en regenachtig wordt, worden die mensen zelf ook neerslachtig. En worden weer vrolijk als de zon gaat schijnen. Misschien hebben we dat allemaal wel een klein beetje. En ik heb een verhaal gevonden van Sylvia Witteman. Dat heet Weer. En wat mij betreft gaat dat daar een beetje over. Sylvia Witteman is schrijfster, columniste, onder andere in de Volkskrant. Weer. Zo heet het verhaal. Mijn broer belde of ik meeging naar het strand. Want je moet toch wat? Zeker. Maar het strand was geen voor de hand liggende bestemming, want het stormde en het regende. U prirodi niet plogoi pagodi, riposteerde mijn broer. Een Russisch gezegde, dat betekent, in de natuur bestaat geen slecht weer. Onzin natuurlijk. Want als je ergens slecht weer vindt, is het wel in de natuur. Binnenshuis krijg je überhaupt geen weer, goed of slecht, al zou je ervoor betalen. Buiten daarentegen is het weer grillig, maar alomtegenwoordig en bovendien gratis. Daarom besloot ik toch mee te gaan naar het strand. De rit verliep zoals voorzien. Er zaten twee kleine meisjes op de achterbank, één van mijn broer en één van helemaal iemand anders. Kleine meisjes opereren graag in teamverband. En ze zaten met een gele SpongeBob-bal tussen zich in en saamhorig klaagden ze over misselijkheid. Tussendoor viel regelmatig de gevreesde zijn we er al. Ook voerde de tocht gevaarlijk dicht langs ons ouderlijk huis en andere herinneringspunten uit mijn jeugd, waaraan ik, laten we zeggen, delicate herinneringen bewaar. Het gesprek ging over van alles, over wurgseks, het verschil tussen stroopwafels en
punseliekoeken en het ruimen van graven. Dat laatste schijnen ze soms al 10 jaar na je dood te doen. Ben je dan wel helemaal weggerot, vroeg ik me af. Maar ik zweeg, want er waren kinderen bij, die inmiddels niet meer misselijk waren, maar honger hadden. Ook op het strand verliep alles zoals het hoort. De kleine meisjes probeerden dapper te spelen in de striemende regen, maar de storm rukte de bal uit hun handjes. Onbekende verte tegemoet. De kolkende zee fluimde grauw schuim en het rondstuivende zand koekte vast in mond, neus en oren. Lekker fris, meende mijn broer, die onverklaarbaar opgewekt van aard is. Maar de viskraam stond er nog. Diezelfde viskraam waar mijn vader vroeger wel eens een zure dom voor me kocht en voor zichzelf een haring tegen de kater. Geef het door, eet haring van Floor. Er stonden 2 meeuwen te bedelen, grote meeuwen met verongelijkte snavels, alsof ze ergens recht op hadden. Meeuwen zijn net mensen. Ook zij eten hun vis liever gefrituurd en opgediend met 4 kleuren mayonaise, dan rauw uit de zee 10 meter verderop. Floor schepte enorme porties op. Maar gelukkig sloeg een rukwind de bochtjes uit onze handen voor we ons konden overeten. Er zat een schelpje in mijn schoen, een heel gemeen schelpje. Tijd om naar huis te gaan. Terwijl ik wegliep, hoorde ik Floor tegen zijn collega zeggen: je moet maar denken, het had ook kunnen hagelen. Ja. Ja, het is maar net hoe je er naar kijkt, hè, naar dat weer. Sommige mensen vinden het heerlijk als ze op het strand lopen en het waait en het hagelt en het regent. En andere mensen denken alleen maar: ik wil naar huis, naar de kachel. Ja. Sylvia Witteman en haar broer op het strand. Ja, ik heb hier een heel leuk gedicht van Toon Hermans en het heet Gedonder. Ik moest er deze week aan denken toen hier het 's nachts een keer heel hard onweerde. Gedonder. Ik zag 2 wolken die elkaar niet mochten. En even later viel de eerste knal. Ze hebben het toen samen uitgevochten. Ik kon het gedonder horen in het dal. Het was een fikse knokpartij. Ze vochten echt als gekken. Nu is het voorbij. Ik kijk omhoog en zie de blauwe plekken. Heeft hij weer goed gevonden, hè? Het gedonder als knokpartij en daarna de blauwe plekken in de lucht. Ja, nou heeft het deze week dus hier ook gedonderd en vooral 's nachts. En dat is misschien wel het fijnste, vind ik, van een onweersbui, als die er 's nachts is en je ligt in je veilige bed. Ja, en dan het liefst dat je dan op straat nog iemand hoort lopen die zingend door de regen fietst. In het onweer, terwijl je in je bed ligt. Nou, beter kun je niet liggen, volgens mij. Ja, we zitten nog steeds in de lente. Nog net even. Vandaar ook het lied wat ik voor jullie nu wil gaan spelen. Het heet Lente. En het is van Anouk. Wacht, ik neem eerst even een slokje water. Dat hoef je in de herfst en de winter ook minder vaak. Slokjes water tussendoor te nemen, omdat je keels wordt rood. Goed. Kom even
buiten toe, want de zon is fel en de lucht weer mooi blauw. Ongeduldig gewacht op jou, de vogel zingt, ik zing met hem mee. Geniet van al het moois om me heen. Kruip de velden en de dauw, duizend tinten geel en groen. Ik geef de warme zon een zoen en ik bloei. Voel me rijk, ik voel me vrij. Ja, daar ben je weer. Ik heb er zo lang op gewacht. Het grijs maakte me bang, maar dat is over, godzijdank. Want het duurde veel te lang. Het is hier zonder jou zo kil en grauw. Alles komt tot leven, lente, ik hou zoveel van jou. Op mijn fiets chillend in de zon, ik voel de wind heel zacht door mijn haar. Ik wil dit voor nu en altijd, de avondzon danst in de lucht. En voor al dit moois ben ik eeuwig dankbaar. We krijgen weer een uur erbij, ik zie meisjes paraderen. Jongens die van alles proberen om met hen te zijn. Voel de kou is weer voorbij. Ja, daar ben je weer. Ik heb zo lang op jou gewacht. Het grijs maakte me bang. Dat is over, godzijdank. Ja, het duurde veel te lang. Het is hier zonder jou zo kil en grauw, alles komt tot leven, lente, ik hou zoveel van jou. Ik hou van jou. Kom mee vlug naar buiten, het is lente. En de lucht is weer mooi blauw. Het is lente. Het is lente. Het is lente. Lente van Anouk, dames en heren. Zo. Ja, en dan is er ook nog het verschil tussen de meteorologische lente en de kalenderlente, toch? Hoe zit het ook alweer? De 21ste, nu wordt het zomer. Maar is dat dan de kalenderlente of de meteorologische? Ik haal het altijd door elkaar. Als u het weet, laat het me even weten. Dan leer ik vandaag weer iets. Hè? Dat is ook niet onbelangrijk, toch? En na al die jaren getwijfel zou ik het nu eigenlijk wel eens een keer goed mogen weten. Dus bij voorbaat dank. Ja. Lente, zomer, ja, dat doet mij ook altijd denken aan de tuin of het balkon. Vroeger moest ik dan vanaf de lente begon het gras weer echt goed te groeien. En dan was een van mijn taken thuis was het gras maaien. Nou, dat vond ik echt een verschrikking om te doen. Ik herinner me namelijk een achtertuintje met een klein stukje gras erop, maar wat behoorlijk hobbelig
was met gaten en kuilen erin. Mijn vader zal dit vast ontkennen, want die heeft het aangelegd. En ik moest dan met zo'n oude, in het begin nog met een oude, zo'n handduwer met zo'n piepend verroeste grasmessen erin, die achtertuin, nou, ik kwam er gewoon. En ik stelde natuurlijk altijd uit waardoor het te lang werd en ik er helemaal niet doorheen kwam. Nou, het was echt met gaten en plukken en het zag er niet uit als ik het gedaan heb. En dat was dan ook stevast de opmerking van mijn vader als hij dan s'avonds thuis kwam. Nou jongen, doe het maar opnieuw of ik doe het zelf nog wel een keer. En toen hebben mijn zussen en ik, toen we iets groter werden, hebben we gespaard. En voor zijn verjaardag of voor vaderdag hebben we hem zo'n elektrische grasmaaier cadeau gegeven. Ja. Dat was nou een cadeautje ook voor onszelf. Dus dat, maar de geur van pasgemaaid gras in de zomer, oh, dat was wel heerlijk. En dan s'avonds een sproeier aan in de tuin, dan friste alles zo lekker op. Het volgende gedicht wat ik voor jullie wil voorlezen, dat heet Tuintje. En het is een gedicht van Edward van der Vendel. Die Edward van der Vendel en Fleur van de Weel, die hebben samen een geïllustreerd gedichtenbundeltje uitgebracht. En dat heet Super Guppy is Alles. Het zijn gedichten voor jong en oud. Er staan hele mooie gedichten in, vind ik. Deze heet Tuintje. We tutten ons tuintje op. We kammen het gras. Make-uppen de randjes langs het terras. Overal plantjes met lippenstiftkleuren. Overal bloemen met bloemetjesgeur. Daarna het heggenhaar, weg met de heggenschaar. Zo wordt ons tuintje een prachtig gezicht, dat plat naar de zomer te glimlachen ligt. Ja. Ik moet zeggen, ik ben zelf nooit echt een tuinier geweest, in de zin van dat ik het heel leuk vind om lang in een tuin te moeten werken. Ik kan ook erg genieten van het zitten in een tuin of op een balkon met mooie plantjes om me heen. Maar nu heb ik in de laatste weken heb ik hier wel het een en ander laten zien van onze binnentuinierprojecten. Voornamelijk zijn dat projectjes van mijn zoon Jonathan, maar ik doe er graag aan mee. En om nou te laten zien dat binnentuinieren hartstikke makkelijk is, ga ik even het volgende laten zien. Dit zijn namelijk, kunt u thuis ook makkelijk doen, een tomatenplantje en een paprikaplant. En die zijn in no time gegroeid. Die hebben we een paar weken geleden gezaaid. Heel simpel. In dit bakje hebben we wat aarde gedaan. Een paar plakjes tomaat gesneden waar de zaadjes nog in zitten. Die leg je dan op de aarde. Daar wat aarde overheen. Een dun laagje. Water geven. Dit heb je een paar weken later. Allemaal tomatenplantjes. Die moeten nu overgepot gaan worden in een grote pot. En dan krijgen we lekkere tomaatjes. Deze idem dito. Een beetje aarde in een bakje. Als je een paprika schoonmaakt, even de zaadjes eruit halen. Erin strooien. Laagje aarde erop. Beetje water erin. En bij deze plant moet je dan over het bakje, in de eerste paar dagen, moet je er een velletje vershoutfolie, huishoudfolie, overheen spannen met een elastiekje eronder. Maak je je eigen kastje. In no time zie je dan plantjes omhoog komen. Als die beginnen te groeien, plastic eraf. Als ze ongeveer op deze lengte er zijn, ook overplanten in een grote pot. Die kan op het balkon, het kan in de tuin, het kan in de vensterbank. En je maakt thuis gewoon je eigen moestuin. Nou, dit is zeg maar tuinieren op mijn niveau. Dat ik het nog leuk vind. Ja? Wie weet bent u ook wel zo iemand. Er is nu ook een leuk boek verschenen van iemand die veel van tuinieren en moestuinen weet. En dat gaat dan over tuinieren op elk niveau. En zij heeft alle soorten mensen in categorieën gezet. In categorieën
van wat voor soort tuinier ze zijn. De luie tuinier, de avonturier, de mensen met een grote tuin, mensen die juist iets willen eten uit hun tuin. En op al die niveaus heeft ze allemaal tips gegeven. Nou, deze zouden er voor mij in kunnen. Mocht u ze nou ook gaan planten, laat het even weten hoe ze het bij u doen. En misschien heeft u nog meer leuke tips voor een luie tuinier zoals ik. Ja, tuintje. Ik heb een verhaal. Ja, we gaan nu toch richting de zomer, dus ik wilde over het weer hebben en ik dacht... nou, dan wil ik vooral ook wat warme verhalen en gedichten. Dit gedicht heet Zonnig Zomerweer. Dit verhaal heet Zonnig Zomerweer. Het is een verhaal van Simon Carmichelt. Een observateur die vaak in het café, maar sowieso in de stad Amsterdam rondliep en op bankjes zat, naar mensen keek en die... haarfijn wist te treffen met zijn pen. Dit verhaal heet Zonnig Zomerweer, vandaar dat ik het u nu voor wil lezen. Maar ook omdat het een verhaal is wat nu heel actueel zou zijn. In de afgelopen weken, u heeft het vast allemaal meegekregen, de protesten, de antiracisme protesten. Nou, in dat licht gezien... zou dit verhaal, wat inmiddels toch al behoorlijk wat decennia oud is, is nu nog steeds hartstikke actueel. Zonnig zomerweer. Toen ik in het Centraal Station de trap naar perron 10B besteeg, riep de stem van een juffrouw uit de luidspreker dat mijn trein naar Den Haag 14 minuten vertraging had. Echt ontroostbaar klonk ze niet. Ik ging de trap weer af en kocht in de kiosk zo'n weekblad dat stoelt op idealen die, als ze worden bereikt, alle abonnees en de complete redactie zouden doen belanden in een politiek heropvoedingskamp. Weer terug op perron 10B zocht ik een plaats waar ik kon zitten en lezen. Een bank stond er wel, maar daar was iets mee aan de hand. Op de ene hoek zat een bejaard echtpaar met een nog zeer luttel kogelrond kleinzoontje dat een prentenboek ondersteboven op zijn knietjes had liggen. Op de andere hoek bevond zich uit een dorre materialen opgetrokken grijzende man die zich, of schoon het stralend zomerweer was, had gekleed of hij de Elfstedentocht moest rijden. De schepper had niet echt zijn best op hem gedaan. Hij schonk hem veel te veel voorhoofd, maar in het geheel geen kin. Zijn hoed lag op zijn schoot en tussen het lint had hij zijn treinkaartje geschoven. De staat der Nederlanden betaalde daarvan 52%, maar de man was er niet zichtbaar blij om. Helemaal in het midden van het bankje zat een Surinaams meisje van een jaar of 18, zeer creools en ongenaakbaar te wezen. Ze was mooi. Trots en eenzaam als een oosterse vee, verdwaald in het rijk der witten. Links en rechts van haar was een stuk van de bank leeg. Dat kwam door haar vijandige blik, denk ik. Niemand had het aangedurfd. Ik moest ook een drempeltje over, maar ik wilde nu eenmaal lezen en staande lezen kan alleen een paard. Daarom ging ik, zij het met zowat 15 centimeter tussenruimte, naast haar zitten. Ze wierp me wel zo'n blik toe, waarmee je gemakkelijk een sigaret kon aansteken, maar ik keek zo ouwe lullerig en buiten elke denkbare mededinging terug, dat ze me bij de af te leggen stukken voegde en weer met hoog geheven hoofd voor zich uit ging staren. Het kogelronde jongetje liet zich van de bank glijden en ging met het prentenboek nog steeds ondersteboven tegen de buik gedrukt voor het meisje staan. Hij keek naar haar op met de geïmponeerde blik van een museumbezoeker. Zijn lippen waren opeengeklemd, maar ze konden ook open. Mevrouw, waarom is u zo? Begon hij.
De opa was verrassend snel voor zijn leeftijd. Hij sleurde het kereltje weg, nam het op zijn knie en riep: "Zo, nou gaan we lekker in het boekje kijken." "Maar," zei het jongetje wijzend, "mooi boekje is het, kijk, mooi boekje, opa zal je voorlezen." Het kind begon te huilen op zo'n zeurtoontje dat jonge ouders niet serieus nemen. Het meisje reageerde in het geheel niet. En de man links van mij zette alleen zijn hoed met het treinkaartje op zijn schedel. Hij moest naar Meppel. "Is hier nog plaats voor een dikzakje?" vroeg opeens een stem. Een inderdaad nogal stevige vrouw van in de 50 stond voor mij. Ze had alles aan wat ze beter niet aan kon hebben en haar hoed spande de kroon. Maar zij keek met de ogen van een engel. "Natuurlijk," zei ik. Zij wrong haar niet weg te cijferen achterdeel tussen mij en het Surinaamse meisje. Die zond haar de vurige blik. Maar de vrouw zei: "Mooi hoor, maar zo bruin als u kan ik natuurlijk nooit worden. Ik ben maar een beetje bruin. Voor mijn doen is het al heel wat, kijk maar." Ze hield haar hand naast de diepzwarte arm van het meisje. "Ziet u wel?" vroeg ze. "Het is maar een beetje. Ik heb het in Spanje opgedaan. 3 weken bij mijn dochter, die heeft daar een huisje. Prachtig weer hadden we. Ik heb bijna helemaal bloot gelegen, kijk maar." Ze strekte haar benen uit en vroeg: "U vindt het zeker nou wel lekker hier, hè? Van dat weer waaraan u gewend was in uw eigen land." Het meisje kon wel degelijk lachen. Ze zei: "Het is hier toch een ander soort warmte, hoor. Veel benauwder dan bij ons." "Oh ja?" vroeg de vrouw, diep geïnteresseerd. "Ja, bij ons is het lekkerder," zei het meisje, "want kijk." Het gesprek ging geanimeerd verder. Ze had niets vijandigs meer. Ze was gewoon een aardig kind. Maar alleen het dikzakje had de zuivere onbevangenheid om dat kind te bereiken. De grootouders en ik zaten er nog een beetje beschaamd bij. Het jongetje zeurhuilde nog steeds. En de man moest alleen maar naar Meppel. Ja. Ja, die onbevangenheid van die mevrouw die daartussen komt zitten en een gesprek begint. En die openheid en onvooroordeeldheid. Onbevooroordeeldheid, die wens ik iedereen toe. Ook al zeg ik het verkeerd, in deze tijden, we hebben het echt nodig, denk ik. En laten we met wat mildheid naar elkaar kijken en luisteren vooral. Laten we dat eens een keer doen. Hè? Zo, dat was even een stichtelijk woord van Leon de Waal. Ja. Als het over het weer gaat, dan zeggen mensen die al wat meer op leeftijd zijn, hebben het er vaak over dat het vroeger waren de zomers warmer. Warmere en langere zomers. Ja, misschien de laatste paar jaar niet, hè, nu met al die opwarming en zo. Maar dat heb ik heel lang gehoord. Oh, vroeger. Vroeger waren de zomers heel lang warm. En de winters, die waren vroeger pas echt koud. Ja. En gedeeltelijk, zeker nu, is dat misschien zo. Want een Elfstedentocht, hoe lang is het geleden? Gaan we ze ooit nog krijgen? Maar op een ander niveau denk ik dat het ook heel veel tussen je oren zit. Het is maar net welke herinneringen blijven hangen. En die herinneringen aan die bloedhete zomerdagen of die ijskoude winterdagen, die blijven denk ik beter hangen dan al die druilerige dagen tussendoor. Heb ik een gedicht over gevonden. Zomers. Zomers van toen zijn groener en warmer. Zomers van nu een tikkeltje armer. Maar straks zijn de zomers van nu net zo groen. En zo warm. Want dan zijn het zomers van toen. Het
doet me denken aan een grapje van, welke cabaretier was er nou ook alweer? Die zei, zelfs de nostalgie is niet meer wat het geweest is. Ja, de nostalgie is niet meer wat het geweest is. Van welke cabaretier is die nou ook alweer? Als u het weet, laat het maar ook even weten. Dan leer ik vandaag twee dingen. Het zou mooi zijn. Het zou wel een hele productieve dag worden. Ik wil afsluiten met een liedje. Het werd zomer. Want dat wordt het namelijk, dames en heren. Of we nou willen of niet. Het weer is het weer en de jaargetijden gaan door. Het werd zomer van Rob den Nijs. Hoe romantisch kan het zijn? Het leek al zomer, toch was het pas in mei. Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichter bij me. Ik was 16 en zij was 28. Van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. En het werd zomer. Je was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niets anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen, wist niet wat te doen. Stond er maar te kijken, wat voelde ik me groen. Ik begrijp het, hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichterbij me. Samen verder langs het strand. En als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd zomer. Ja, het werd zomer. Het werd zomer, voor het eerst in heel mijn leven. Het werd zomer, die allereerste keer. En ik was een man, toen de zon weer opkwam. En het werd zomer. Ja, het werd zomer. Het werd zomer van Rob den Nijs. Wie is er niet groot mee geworden? Met de zin die elke jonge jongen, denk ik, nog in zijn geheugen gegrift staat. Ik was 16 en jij was 28. Dat het bestond. Ja.
Rob de Nijs. Daarmee gaan we eruit, dames en heren. Inmiddels is het hier van zonnig naar licht bewolkt gegaan. Het is hier vast weer zo'n dag waar het alle kanten op kan. Oh jee, wat moeten we ermee? Wat moet ik aan als ik naar buiten ga? Moet ik de paraplu mee of niet? Of denk ik gewoon, nat is nat. Ik hoop dat ik u volgende week allemaal weer zie. Ik wens u in ieder geval een hele fijne dag toe. En nog een hele fijne week. Heb het goed. Dag!